Het is YouTube woensdag. Een hele goede dag gewenst en welkom bij deze gloednieuwe toekomstige tutorial Back to the Future. Helemaal goed, helemaal geweldig. Back to the Future, een van mijn favoriete trilogieën aller tijden, kan ik blijven kijken. Deel 2, subliem. We gaan vandaag eigenlijk iets maken wat natuurlijk te maken heeft met Back to the Future, waar wat jaren geleden misschien wel de eerste kiem qua inspiratie kwam door de Praxis. De Praxis had namelijk op Facebook een plaatje van heb je nog skateboards voor je kinderen? Doe er een paar plankendragers onder of van die hoekdingen. En hang ze op als plank, weet je wel. En dan heb je eigenlijk een hele leuke kamerversiering. En later dacht ik van, hey, als we een Back to the Future hoverboard zouden maken. Een beetje dat idee dat hij daar zweeft met die spulletjes erop is natuurlijk wel hartstikke leuk. Dit idee is niet nieuw. Ik heb het niet zelf verzonnen. Die EY Prop Shop is een kanaal op YouTube wat je ook kunt bekijken. En die gasten hebben al heel veel werk verzet voor de hoverboard. Namelijk de opgeplakte gedeelte hebben hun helemaal uitgetekend in de computer. En die hele template die kun je downloaden en printen. En die link daarvoor staat in deze beschrijving. Wij gaan ze ook gebruiken in deze tutorial. Oké, voordat we gaan beginnen heb ik al het een en ander uitgezocht. En bijvoorbeeld, weet je wel, onderop zitten liggen die soort anti-magnetische dingen waar je dus door zweeft. En bovenop zit een gedeelte waar je voet in moet steken. En dat lijkt eigenlijk een soort borden te zijn. En cameravrouw Monique, die had nog deze borden van de IKEA. En die zijn eigenlijk qua vorm zijn die echt precies goed geworden. Dus we gaan er 3 daarvan gebruiken voor 1 hoverboard. De rest leggen we opzij. En die gaan we alvast in de primer zetten. Zodat het kan drogen en we kunnen ze alvast verven. 2 daarvan worden zwart met binnengedeelte wordt zilver. En die laatste wordt lichtgroen. Maar je kan niet zomaar op plastic gaan verven. Moet je ze eerst in de primer zetten. Dus onze professorische werktafel. Dit is primer. Gewoon allemaal van de Action. En verder maken we trouwens ook gebruik van hele felle spuitbussen van de Action. Roze en groen onder andere. En meer eigenlijk niet. Okay. In de primer. Dat is het even voor nu. Lekker laten drogen. Oké, de primer is goed gedroogd. 1 leggen we eropzij, want die komt op de bovenkant. Die krijgt een andere kleur. Deze wordt dus zwart. En dan het midden zilver. Daar is het zwart. Dit laten we weer even drogen. Oké, tijd om die binnenkant van die bordjes, zeg maar, zilver te maken. Daarvoor heb ik zo'n ander bordje genomen, de onderkant op karton getekend en uitgeknipt. Dit is eruit gekomen, hebben we later ook nog nodig. Dus dat gaan we zeker bewaren. Dan leggen we dit hier overheen. En het mooie ietsje te groot. Dus ik ga het voorzichtig doen. Maar dit is zilver, hè, dat snap je wel. Die rand, dat is een beetje misgegaan, maar dat trek ik later nog wel bij. Met gewoon zwarte verf en een perceeltje. En hetzelfde doen we eigenlijk bij deze. Daar gaan we handschoenen moeten aandoen. Mijn linkerhand komt ook aardig onder nu, geloof ik. Zo, een kwestie van laten drogen weer. Heel simpel. Inmiddels een dagje verder en ik ben even wezen shoppen bij de Action. De roze spuitbus gekocht voor het hoverboard zelf. De groene voor dat ding.
wat nu ligt te drogen, dat derde bord zeg maar, en lijmspray. Lijmspray hebben ze blijkbaar tegenwoordig in een andere uitvoering qua spuitbus, maar hopelijk werkt het nog even goed. Deze laten we even drogen, dan spuit ik hem nog een keer, want het dekt niet helemaal zoals ik wil in de eerste laag al. En je ziet ons zo meteen weer terug. Oké, dat groene bord is voor de tweede keer gespoten, staan nu te drogen. En ondertussen ga ik alvast al die onderdelen uitknippen die erop geplakt worden. Het staat precies aangegeven, back, A, B, C, et cetera, A, B, C en dat soort dingen. En er is een gedeelte front. Wanneer je het uitknipt, verlies je die informatie. Dus, post-its erbij en een pennetje. En als ik deze heb uitgeknipt, schrijf ik back A en doe er een post-it op, zodat ik weet aan welke kant van de plank die uiteindelijk moet komen. We gaan gewoon knippen, vind je ook niet? En dat leg ik zo op zijn kop neer. En alles wat aan de achterkant moet komen, komt er automatisch bovenop. Ik ga hier even mee aan de slag. Hier zie je me zo meteen wel weer. Alles is uitgeknipt en licht gesorteerd. Groene bord is ook droog. En dat betekent dat we nu gaan beginnen aan de basis van alles. Het houten bord zelf. Ik heb opgemeten dat dit qua breedte, het breedste punt is 24 centimeter. En ik wil dat de plank aan beide kanten zo ongeveer 1,5 centimeter groter wordt. Dus 3 centimeter erbij. En dat wil dus zeggen dat we hem 27 centimeter breed gaan uitzagen. Van dit oude tafelblad wil ik de plank gaan maken. De tafelblad bevat schroefgaten zoals je ziet. Dus ik moet eerst dit eraf zagen en dan ter breedte van 27 centimeter. Een plank gaan uitzagen. Vette pret, cirkelzaag erbij, voilà die. Oké, ik heb alles wat uitgeknipt is van de frontside op de plank gelegd. En qua lengte lijkt hij al aardig goed te zijn. Waar het nu eigenlijk om gaat, is eerst de kop nu ook gaan uitzagen. En dat moet ook zo'n 1,5 centimeter hier omheen lopen. Dus wat ik nu ga doen is even dit eraf, hier ruimschoots schilderstape op plakken. En op mijn gemakje schetsen waar ik hem uit moest zagen. En dan met de decoupeerzaag gaan we dat rustig uitzagen. De kop is rondgezaagd en ik heb opnieuw de bovenkant er helemaal opgelegd om te kijken waar dat die nu afgezaagd moet worden. Het staat goed aangegeven op de template. Ik heb dat er bewust even niet afgeknipt en eraan gelaten. Want het gaat daar ongeveer. In het filmpje zeggen die jongens van die EY Prep Shop dat is zo'n 29,5 inches. Wat ik heb omgerekend is 75 centimeter, maar het is iets langer. Het is ongeveer 77, dus daar ga ik hem op afzagen. Oké, het stukje waar ik het net over had is er afgezaagd. Het is nu zaak om hier een schuine rand aan te maken. Dat gaan we doen met de cirkelzaag door hem in te stellen op een hoek van ongeveer 20 graden. Ietsje erboven, zeg maar zo'n 22 graden. Oké, hier de schuine rand. En pas prima. Wat ik nu ga doen is dit even met het lijmpistool hierop vastlijmen, zodat het even goed zit. Vervolgens met de tacker een aantal nietjes erin jassen. En vervolgens met houtvullen van de Action alles netjes opvullen. En als dat droog is, dan kan de boel geschuurd worden.
Hier zit toch nog een schroefgaatje van toen het nog een tafelblad was. Die vullen we ook gelijk. Valt eigenlijk toch allemaal onder die papieren prints. Dus daar zie je uiteindelijk ook niks meer van. Tijd om dit te laten drogen. Oké, er waren door het werk van de cirkelzaag wat stukken afgesprongen. En die zijn ook gevuld met de houtvuller. Het is droog, de boel is helemaal geschuurd en schoongemaakt met terpentine. En de boel kan zo meteen in de grond verven als de terpentine is opgedroogd. De bovenkant en de zijkanten staan in de primer en ik krijg nu eindelijk zelf ook het idee dat het ergens op gaat lijken. Het middelste gedeelte is niet zo dik in de primer gezet, omdat er toch van alles overheen geplakt gaat worden. Hetzelfde zo meteen met de roze spuitbus. Niet te veel in de midden, daar zie je uiteindelijk toch niks meer van. Dat is alleen maar zonde van je verf. Oké, terwijl de plank zelf buiten ligt te drogen in de grondverf, ga ik met deze verder. Hier zie je wat het moet gaan worden. Dit ding met een lichtgroen middenstuk en een roze band waar dan de voet eigenlijk onder gestoken kan worden. Die band maak ik van een oud roze t-shirt waar we van alles mee doen. En dat lichtgroene middenstuk maak ik hiervan. Dat is van dat foamspul. En dit is de laatste die ik nog had. Dat betrof ik echt een boffer dat het precies de groene is die ik nog had. En dit is nu de reden waarom je dit moest bewaren. Toen we dat eerder hadden uitgeknipt, ging nu eerst hier even een passend model mee vormen. Teken ik over hierop. Knip het uit. Plak het met het lijmpistool daarop. Hierop. Dat het hierin past. En met het lijmpistool ga ik ook tevens deze in elkaar lijmen. Ik zit momenteel zonder statief. En ik ben de enige thuis vandaag. Dus vandaar dat ik het even allemaal zo moet filmen. Maar ik ga ervan uit dat je het allemaal begrijpt. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik heb dit dus met lijmpistool gelijmd en omgeslagen. En het geeft eigenlijk een heel stevig effect aan de textiel, waardoor het nu eigenlijk zo blijft staan. Persoonlijk vind ik dat wel erg leuk, moet ik zeggen. Nou, de plank is mooi roze geworden. Het is een kleur die gewoon bijna pijn doet aan je ogen. Zo fel. Ik heb alle templates van de frontsite weer opgelegd. En ik ben nu eigenlijk het gedeelte vrij aan het maken waar al dat papier opgelijmd moet gaan worden. Waarom plak ik dat af? Nou, we gaan werken met lijmspray. Lijmspray houdt in dat je beide zijden moet lijmen. Dus zowel het papier als het hout inspuiten. Een kwartiertje wachten ongeveer en dan erop plakken. Maar het is een spuitbus, dus het gaat alle kanten op. En ik wil niet dat het op de kanten van het bord komt. Vandaar dat ik het heb afgeplakt. Als ik dat niet zou doen, dan blijft het kleveren. Het trekt vuil aan, het trekt haren aan, rondvliegend stof, dat soort dingen. En dat is gewoon
niet gewenst. Dus, ik teken even af waar deze template gaat komen. En dit gedeelte haal ik eruit met een hobbymesje. En dan zetten we de deur lekker open voor het luchten. En dan gaan we al die delen met de lijmspray inspuiten en één voor één erop lijmen. Ik wilde niet direct op het hout zelf tekenen. Omdat ik dan verwacht dat je de penstrepen blijft zien. Dat is natuurlijk niet leuk. En even een kwartiertje wachten en dan plakken we het erop. Ik heb er inmiddels ook een theedoek bij gepakt. Zodat als deze op zijn plek zit, blijf een mooi strak vijver met een theedoek. Het gaat vooral om de randen en om de puntjes. Dat die goed vast komen te zitten ook. En die doen we steeds per sectie. Dit is sectie B inmiddels. Sectie A zit er al op, zoals je zo kunt zien.
iets anders brouwen. De verpakkingen hebben of de bescheiding van deze staat dat ik 10 moet wachten, maar ik wacht steeds iets van 5 minuutjes hoor. Dat gaat wel heel lang duren. Een paar minuutjes wachten. De platen aan de bovenkant die zitten er allemaal op. Deze zitten nog niet op vast, die heb ik alleen even voor het idee hoe het gaat worden erop gezet. Hier en daar heeft het gevlekt, maar hier komt dat ding overheen. Hier heb ik wat verf losgelaten als gevolg van de tape. Of interactie met de lijmspelers, weet ik niet precies. Maar dat werken we nog wel bij met een kwastje. Dit laten we even eerst rustig allemaal drogen. We gaan nu eerst even wat anders doen. Want als je naar de bodem kijkt, dan komen hier die twee borden, weet je wat dit wel hebben gemaakt. Hier tussen zitten een aantal stukjes en dit tussenstuk. Dat zit ook allemaal op de template van DIY Prop Shop erbij. Dus dat komt daar aan de onderkant in het midden. Die wil ik gaan maken van foamplaten. Deze, die zijn van de Action. En ideaal spullen, kun je van alles mee doen. Voor cosplay zie je dat ze heel veel gebruikt worden voor het maken van helmen, harnas, onderdelen, dat soort dingen allemaal. Nu hebben deze platen aan deze kant dit motief, aan de andere kant zijn ze vlak. Wanneer je dit ook vlak wil hebben, om het goed te kunnen lijmen of voor het zicht of wat ook, dan kun je dat met schuurmachine doen. Maar ik vind het eerlijk gezegd wel leuk. Dus ik bedoel, hij hoeft er ook niet helemaal identiek te zijn. En daarom ga ik dit als onderkant gebruiken. En die template erop leggen. We gaan hem natekenen, uitsnijden en zorgen dat hij de paarse kleur krijgt die hij nodig heeft. Er zitten ook al wat schroefgaatjes op aangegeven waar je dus moet schroeven. We hebben bij de Horenbach speciaal hiervoor zwarte schroeven gehaald. Kun je daar per stuk kopen, dus ik heb er iets van 12 gekocht. Ik heb er 10 nodig, maar 2 voor reserve. Dus we kunnen alvast ook zeg maar met een schroevendraaier of wat ook gaatjes prikken waar de schroeven uiteindelijk moeten komen. We gaan hier even mee aan de slag. Inmiddels weer aardig wat stapjes verder. Het ding waar ik het over had, dat hebben we uit dat vloerdeel gesneden in de primer gezet. En dat kan zo meteen paars geverfd worden. Ik heb de onderkant beplakt en het is tijd nu om die borden die we aan het begin hadden gemaakt erop te gaan bevestigen. Ik wacht even, ik heb plaats bepaald door onder andere dit neer te leggen en het voorbeeld te kijken en dat soort dingen. Zometeen een paar puntjes met het lijmpistool op de rand van het bord erop plakken. En vervolgens ga ik het met doorzichtige siliconenkit afkitten zodat het echt goed stevig erop zit. En dat zijn de volgende stappen eigenlijk. Oké, we zijn inmiddels een dagje verder. Die borden zijn erop gelijmd, die zijn droog. Inclusief dat randje.
siliconenkit waar ik het over had. Tijd nu om de laatste dingetjes te maken. En even naar de HEMA geweest en deze pakken gekocht met dat foamspul. Voor die, deze onderdelen. Die komen nog onderop om die zwart met zilveren borden op zijn plek te houden. Deze heb ik min of meer zelf moeten ontwerpen, want de template van die DIY Prop Shop liet wat dat betreft te wensen over. Die was niet volledig. Twee van deze en één van deze heb ik alvast hierop getekend. Dat wordt een kwestie van uitsnijden, uitknippen en van een extra rode nog zo eentje eruit snijden. En als we dat hebben, dan mag het lijmpistool aan om ze erop te lijmen. En dan dat paarse middenstuk is inmiddels ook droog. Dan gaan we de akkerschroefboormachine erbij halen. De zwarte schroeven die ik had gekocht van de Horenbach. Dat in elkaar zetten en dan is die klaar. Nou, het lijmpistool is warm en we gaan deze dus op zijn plekken lijmen. Dit komt hier zo tegenaan. Het valt me op dat als ik dit er tegenaan doe, dat het hoog begint en dan moet je naar beneden duwen. Dus ik wil hier nog geen lijm op doen van het lijmpistool. Want als ik dat doe en ik begin heel gedaan en naar beneden, zie je later hier allemaal lijmsporen zitten. En dat vind ik niet leuk. Dus, even een beetje uitmeten tot waar die moet komen. Dit is wel erg hoog. Even kijken. Ja, zoiets wil ik hem hebben. Dan zet ik hier een streep. Wat een pen hebben die je doet, zo fijn zijn. Zo. Alles even opzij. En dan ga ik hem dus in eerste instantie tot hier in de lijm zetten. Zodat ik zo meteen nog een vrij spel heb voor het gedeelte wat omhoog steekt. Het zetten van een penstreek op de plek die ik net deed, is niet zo erg. Uiteindelijk gaat er toch dat paarse middenstuk ook overheen. Dan zie je er helemaal niks meer van. Stukje bij beetje. Niet te veel in één keer willen. En alles met het nodige tact en geduld. Die zit. Dan gaan we die andere doen. Die zitten. Dit is dat
tussenstuk wat we uit het vloerdeel hebben gemaakt. Zo ongeveer hebben. Onderkant insmeren met lijmpistool. En deze ga ik sowieso gelijk vastzetten met die schroeven. Komen dus die zwarte schroeven in. En dit paarse gedeelte komen ook van die afsluitringetjes bij. Allemaal voor het optische. Het heeft verder in principe geen functie. Zo, even de akkerschroef boormachine. Voorzichtig met het nodige tact. Dan denk ik dat ik hier ook wat die schroeven erin gaan duwen. En de template erbij. Waar de gaten moeten komen. Waarom zit er wat kieltafels bij? Waarom moeten er bij de dat dus. Hier hoeven geen afsluitringetjes bij. Ook weer voorzichtig, want deze schroeven zijn dusdanig lang dat als ik te ver ga, komt hij aan de andere kant eruit. En dat willen we natuurlijk niet. En we hebben een hoverboard. Hij is klaar. Zoals ik al eerder aangaf, gaat hij aan de muur als plank. En dat gaan we doen met deze Kelbuis plankendragers. Die kun je kopen bij de Horenbach. Dit gedeelte gaat in de muur, dit gedeelte gaat in de plank. Dus dan moet ik nog even gaan uitboren op het gemakkie. En dan natuurlijk uitmeten. In de muur bevestigen en je schuift hem erop. Hij zweeft! Yay! Die keilbouten die ik eerder had laten zien, die eerst uitgeboord in de plank. Ik had bewust ongeveer het midden van deze onderste borden aangehouden. Zodat mocht ik per ongeluk een beetje scheef gaan en erin gaan, dan beland ik zeg maar aan de binnenkant van dit. Gelukkig ging het redelijk goed. Ik heb een dubbelichtje aan, maar die zit niet in stopcontact momenteel. Dankzij de keilbouten, die dus helemaal nu onzichtbaar zijn, lijkt het nu of dat hij zweeft. Echt helemaal goed. Dit is een huis met verschillende meidenkamers. Ik geloof dat ik er nog twee mag maken van deze. Dus ik ben voorlopig nog wel even back to the future bezig, zeg maar. Ik ga nog even verder met die hoverboard. Ik hoop dat je deze tutorial leuk vond, leerzaam en hoe dan ook inspirerend om iets te gaan maken. Is het niet een hoverboard, misschien iets vergelijkbaars. Een idee wat je zelf nu hebt gekregen. Ik zeg dankjewel voor het kijken. Duimpje omhoog. Even liken. Abonneer je als je dat nog niet hebt gedaan. En tot de volgende tutorial. En bovenal, ga vooral dingen maken.